Welkom bij BM Talk. Deze keer vanuit de studio van de NLPO in beeld en geluid. Mogelijk gemaakt door het Utrechtse bedrijf Get Your Studio. In de serie online talkshows van BM confronteer ik mijn gasten dit jaar met een aantal stellingen. En die leg ik deze keer voor aan Dennis Klein, founder, CEO en creative director bij Planet X. Dennis, welkom. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Eerste stelling gelijk, ja. The sky is the limit. The sky is the limit. Ja, dat is een goeie. Die kunnen we op meerdere manieren natuurlijk interpreteren. Ten eerste, als ik denk aan wat wij doen met Visual Effects Studio, dan geldt dat natuurlijk een beetje. Precies. Waren het niet dat we natuurlijk met budget en zo te maken hebben. Maar in principe kunnen we alles maken. Dus dat is heel leuk. En qua ambitie misschien soms ook wel. Maar ik zag trouwens laatst op de Filmacademie hing een printje met een astronaut die dan zegt, the sky is the limit. En daaronder stond, deze astronaut heeft weinig ambitie of zo. Daar moest ik heel even aan denken. Ja. Dat hij zeg maar dan, nou goed. Ik snap het. Ja. Goed. En we zijn natuurlijk een traditionele visual effects studio. Maar we zijn afgelopen jaar in maart ook betrokken geweest bij het oprichten van een virtual production studio. Ja. En daar geldt eigenlijk ook weer dat je natuurlijk een soort van virtuele omgevingen kan creëren. En op die manier bijna alles mogelijk zou moeten kunnen maken wat je verzint. Dus in die zin, er gebeurt veel en het einde is nog niet in zicht. Dus. Nee. Dit is iets even over jezelf. Wat is je achtergrond? Ik ben eigenlijk van origine afgestudeerd als regisseur op de Filmacademie. Regie fictie heette dat, dus dat is echt drama-regie. Ik heb ook 2 jaar geregisseerd. In 2002 ben ik van de Filmacademie afgekomen. Maar ik merkte eigenlijk al vrij snel tijdens het regisseren dat mijn hart wat meer lag bij postproductie, bij visual effects. En ik heb toen op een gegeven moment besloten dat ik dat fulltime wilde gaan doen. Dus dat begon eerst thuis aan de eetkamertafel. En dat is al langzaam, oud-klasgenoot van mij van de middelbare school is op een gegeven moment erbij gekomen. Mijn zus zit in het bedrijf en dat is al langzaam doorgegroeid tot een studio waar we nu... In Amsterdam-Oost zitten we nu in de studio tussen de 25 en 30 man. Dus we zijn als bedrijf flink gegroeid. Oh, de afgelopen. Goed. Ja. En het heet al gelijk Planet X. Het heet al gelijk Planet X. Dat was eigenlijk de werktitel van mijn eindexamenfilm. Dat was een science fiction film waarvan we nog niet helemaal precies wisten hoe het zou worden. Dus het heette, de X stond dan voor de unknown en Planet X. Nou, dat klonk op zich goed. Dat dekte de lading. Dus we hebben Planet X aangehouden en zo heet het eigenlijk nu nog steeds. Ja. Of ik het nu weer zo zou noemen, weet ik niet, maar goed, het is nu... Het is een goede naam, ja, toch? Ja, denk het. Ja. Het is, ik kan me niks anders bij voorstellen meer. Nee. Zeg maar, dus dat. En waar zouden mensen Planet X van kunnen kennen? Je zou ons kunnen kennen van werk aan bijvoorbeeld Vliegende Hollanders, ja, de tv-serie. Dirty Lines is een Netflix original. Ja. Ramvlucht. Nu net zo'n goed bekeken serie, heeft ook Gouden Kalf gewonnen voor beste dramaserie afgelopen vrijdag. Maar ook van Soldaat van Oranje, de musical, Bankier van het Verzet. We zijn gespecialiseerd als studio in wat we dan long-form drama noemen. Dus we doen eigenlijk bijna geen commercials, we doen echt films en tv-series. Dat is onze specialiteit. En dan ook de creatieve invulling ervan. Dus in die zin zitten we ook, omdat we dat specialisme hebben, zitten we ook een beetje aan de high-end kant van de producties die gemaakt worden in Nederland. Dus dat, daar ben ik ook heel blij mee. Dat is heel erg leuk. Dus dat begint echt bij, we ontvangen een script, lezen het script, denken mee, gaan het inrichten. Zijn bij de pre-productie, bij de shoot, bij de post-productie. We zijn soms wel 1,5-2 jaar betrokken bij een productie voordat die echt helemaal af is. En wat doen jullie dan precies? Bijvoorbeeld Dirty Lines, om dat bijvoorbeeld maar eens even te nemen. Dirty Lines bijvoorbeeld, daar zit een, we zien daar Amsterdam in de eind jaren 80, zeg maar. Ja. Heel veel plekken die zien er niet meer zo uit. Dus dat is iets wat we dan digitaal nog kunnen aanpassen eigenlijk. Maar er zit ook een scène in bijvoorbeeld, daar opent de serie mee dat een van de hoofdpersonages die zit met drank en drugs in een Ferrari en die rijdt die Ferrari bijna het water in. Nou, die Ferrari die hadden we echt voor een aantal shots, maar die Ferrari kan natuurlijk niet dicht bij het water komen en ook niet met een acteur. Dus je maakt een aantal shots met die Ferrari, dan is er een digitale kopie van die Ferrari, dus een digitaal model van die Ferrari die komt van ons. En die Ferrari wordt zo geanimeerd dat die bijna het water in rijdt. En dan hebben we daar ook nog, dat is wel een interessante tie-in, een stukje virtual production gebruikt. Dus als je echt een shot ziet op de acteur,
staat die Ferrari weer in een studio met ledschermen in de achtergrond en komt daar de achtergrond voorbij. Okay. Dus het is echt een, die scène is echt, een mix van al jullie expertise zijn. Exact. En als het goed is, zie je dat natuurlijk in die serie, zie je dat niet. Dan zeker zou dat niet in één keer voorbij moeten komen. Ja, dat als geloofwaardig moeten ook. Ik vond het zeer geloofwaardig. Ik heb het gezien. Ik ben erin getrapt. En Rampvlucht bijvoorbeeld, om daar ook toch eventjes bij stil te staan. Nou, Rampvlucht is in die zin wel een soort van, voor ons dan, en misschien ook wel een beetje voor Nederland, een milestone productie. Ja. Dat is de eerste keer dat er echt op grote schaal gebruik is gemaakt van virtual production, van in-camera visual effects moet ik eigenlijk zeggen. Want virtual production is een verzamelnaam voor allemaal, voor digitale middelen die je gebruikt om je fysieke productie te ondersteunen. Dus dat kan VR zijn, AR zijn, motion capture zijn. Dat zijn allemaal voorbeelden van virtual production ter ondersteuning van je physical production. En virtual production tegenwoordig wordt vaak synoniem gebruikt met LED-schermen. Dus met grote LED-muren waarop content wordt weergegeven die je dan weer kan filmen. En daarom heet het eigenlijk in-camera visual effects. Want je lost dingen dus die je normaal gesproken in postproductie doet, los je eigenlijk al meteen op door ze te filmen. Betekent wel dat je hele postproductie schuift eigenlijk naar de preproductie. Want op draaidag 1 moet je alles wat je op dat scherm vertoont, moet er dan dus ook wel zijn. Het moet al klaar zijn en gecheckt zijn en goed werken, et cetera. Maar Rampvlucht heeft een heleboel scènes die zich afspelen in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer. En ook bijvoorbeeld in die verkeerstoren. Ja. Dat is allemaal virtual production. Dus dat zijn sets, relatief kleine sets die voor zo'n scherm staan. Wij hebben de Eerste Kamer en de Tweede Kamer hebben we gebouwd als een game level eigenlijk. In een game engine, in Unreal Engine. Dus de Eerste Kamer bestaat virtueel als een digitale omgeving. Ja. Tweede Kamer ook. En dat wordt dan met camera tracking. Daar zit dus de camera die de acteurs filmt. Daar zit een tweede camera op, die kijkt naar boven. Het hele plafond is bedekt met stickers. Die tracking data wordt live teruggegeven aan Unreal Engine. En die lijnt ook de virtuele camera in de achtergrond daarmee op. Dus op het moment dat je naar rechts beweegt, dan beweegt ook het perspectief van die achtergrond. En dat geeft zo'n geloofwaardig en overtuigende hoe noem je dat? Eindresultaat eigenlijk. Met focus, alles gaat mee. Dat je op die manier kan je dus, er zijn dus behoorlijk wat screentijd wat zich afspeelt in die parlementaire onderzoeken. Kan je dus vrij veel draaien met acteurs in die virtuele omgeving. En dat hebben we met Rampvlucht voor het eerst, denk ik, op deze schaal toegepast. En we krijgen er heel veel goede feedback op. Tenminste, mensen zien het niet. Prachtig, een mooie serie, maar ook hopelijk dus ook op die manier dat je daar niet mee bezig bent. Nee, absoluut niet. Dat is heel goed gelukt. Ja. Een beetje gelijk naar de tweede stelling. Ik weet niet in hoeverre jij zelf aan die effecten hebt meegewerkt. Maar ik heb als tweede stelling staan, ik maak liever dan dat ik leiding geef. Ja, dat is wel een goede. Ja? Ja, goed. Dit dat is hoor wel ik namelijk vaak, dat mensen die dan directeur worden of zijn, eigenlijk toch in hartstiekem toch liever nog zelf meewerken. Als je dat ander helemaal kan loslaten en je kan je helemaal focus op maken, dat zou nog steeds wel heel interessant zijn. Je bent op een gegeven moment zo gewend om dat dan een soort los te laten. Ik vertelde al eerder, ik ben zelf begonnen aan de eetkamertafel en is het zo doorgegroeid. Ik zoek ook wel de creativiteit in dat andere gedeelte, maar het is wel echt iets anders dan je concentreren en helemaal in zo'n shot duiken. Dat had altijd wel iets heel fijns of zo. En ook de aantrekkingskracht daarvan is natuurlijk een van de redenen waarom je dat werk ook doet. Ja. Dus dat is nu anders. Ik zie het wel als een voordeel, de combinatie visual effects, dat ik zelf zeg maar visual effects achtergrond heb, maar ook regie heb gedaan bijvoorbeeld, die combinatie is wel heel handig gebleken. Tenminste voor mij om met regisseurs te praten, maar ook met artists te praten en bepaalde vertalingen te doen. Je kan sneller verbanden leggen en je snapt sneller wat ze willen, denk ik. Ik hoop het. Dus dat is op zich iets wat fijn is, maar dit is een goede vraag, want ik zit wel eens, ik denk, ik zou eigenlijk ook wel weer even helemaal me daarop willen focussen, weet je wel. Dat je helemaal zo'n shot induikt. Je moet nu met het bedrijf aan de gang. Ik ben nu dat met moet, Excel sheets bezig. Dat meer, moet in de vaart der volken worden gestuurd natuurlijk. Ja, want waar moet het naartoe met Planet X? Ja, dat is een goede vraag. We blijven wel iedere keer, merk ik, ook wel kijken naar dit soort ontwikkelingen zoals virtual production en springen daar dan ook wel actief op. Dus we gaan niet zitten wachten van, we gaan maar eens kijken wat er gebeurt. Dus we blijven wel bezig, zeg maar. Het zijn ook wel spannende. Het is ook een spannende ondernemersstap. Want het is best wel een ding, zo'n studio. Ook moet je het financieel ook rondkrijgen. De financiën aantrekken, dat neerzetten. En dan moet je het laten werken. Is het zelfstandig? Of heb jij inderdaad financiers? We hebben financiers om het op te zetten, zeg maar. Dus wij, de andere partners zijn, we hebben een Florian Lechters is een production designer.
We hebben een creatief producent, Itse Grotehuis. We hebben, die ken je ook. Ja. We hebben Niels Pauwels, die heeft lang voor Faber gewerkt. Wij zijn een visual effects partij. We hebben Chris Lichiers, een CFO. Die heeft ook ervaring met studio's, leiden, zeg maar. Dus het is een heel complementair team. Ja. Die van alle expertises die eigenlijk samen moeten komen in virtual production. Goed zijn in hun veld en in hun vak. En ook veel mensen kennen en zo. Dus dat is heel aantrekkelijk. En daarbuiten hebben we inderdaad investeerders. Die heel erg geloven in waar we mee bezig zijn. Ja. En ook zien dat dit een ontwikkeling is die voorlopig nog niet klaar nee, is. Nee, dat dus, geloof ik ook niet. Een behoorlijke toekomst heeft. Wat alweer een mooi brugje is naar stelling 3. Ja. Hollywood is mijn grote droom. Ja, kijk, het begrip Hollywood is een beetje aan het verwateren, zeg maar. In de zin van, kijk, ik ben niet per se zelf heel erg geïnteresseerd in al die van visual effects bolstaande Marvel-producties of zo. Dus dat is niet per se los van het feit dat ik ook geregeld lees dat het helemaal niet zo leuk is om daar te werken. Kijk, wat wel te gek is zoals bijvoorbeeld voor virtual production ook Mandalorian wordt dan door Disney Plus gemaakt, de Star Wars spin-off. Ja, dat soort, die zijn natuurlijk bezig om te pionieren om dan zo'n techniek in de te ontwerpen en op te zetten en dan op een gegeven moment ook in de markt te zetten. Ja, dat zijn natuurlijk wel geweldige ontwikkelingen en wij zitten altijd een beetje in de slipstream. Alhoewel ik moet zeggen dat het is zo nieuw allemaal dat wordt best wel op hoog niveau dingen worden er uitgewisseld ook qua ideeën en kennis. En, jullie zitten ook op goed niveau wat dat betreft. Ja. Internationaal zelfs. Ja, ik bedoel, het is nog niet zo dat Mandalorian seizoen 3 komt niet bij ons draaien of zo. Maar, we krijgen wel echt goede feedback over hoe de studio is neergezet, over hoe de technische workflow werkt, hoe we omgaan ook met problemen die best lastig zijn, maar omdat we ook vanuit die creatieve hoek komen en we werken met makers. Dus we zijn ook eerlijk tegen andere makers over, ik zou dit niet met virtual production oplossen. En ook eerlijk zijn over de limitaties die het heeft. Want het is niet de heilige graal voor alles. Het kan heel veel, maar je moet het gebruiken voor de dingen waar er meerwaarde voor. Ja, functioneel. Ja. Want slaan we ook wel eens door met z'n allen? Heb jij het idee? Nou, op een gegeven moment krijg je natuurlijk een beetje de Dat hoor je dan wel eens van, virtual production is een goedkopere manier om, dan kan je alles doen en zo. Dan denk ik van, het is niet per se goedkoper bijvoorbeeld. Het kan goedkoper zijn als je, rampvlucht is een goed voorbeeld, als je, 15 of 20 minuten screentijd hebt in één plek, je bouwt één keer zo'n game level en dan draai je dagen in zo'n omgeving, dan is het heel kostenefficiënt. Ja. Op het moment dat je zo'n tweede of eerste kamer zou bouwen en je zou maar één of twee shots maken, dan zou ik zeggen, dat zou ik dan anders oplossen. Ja. Met een foto of misschien gewoon met traditionele, tussen aanhalingstekens, visual effects. Dus slaan we door met z'n allen. Ja, kijk, er zijn wel situaties waarin je denkt van, ik weet niet of dit de beste oplossing is, maar dan willen mensen heel graag met die nieuwste techniek werken. En we zijn daar eerlijk over. En op een gegeven moment, als ze dat echt willen, dan gaan we dat natuurlijk gewoon doen. Ja, logisch. Ja. Dus niet per se Hollywood, maar wat is nou jouw grote onvervulde grote ambitie, grote droom of whatever, of een productie of iets waarvan je je handen gaan jeuken? Ja, er zijn natuurlijk wel films of producties waar je naar kijkt waarvan je denkt van, dat zou altijd gek zijn als we zoiets zouden kunnen doen. Zoals Dune of zo. Maar goed, ik ben ook heel realistisch in hoe, weet je wel, de scope van zo'n productie versus wat wij leveren. Maar misschien een onderdeeltje in de toekomst een keer op zo'n film. En dan langzaam Nederland ook wat meer uitrollen internationaal. Er zit zoveel talent hier en zoveel capaciteit. En we zijn zo gewend om met weinig middelen veel te doen. Ja, dat bedoel ik op een positieve manier. Ja. Dat het jammer is dat er niet wat meer gebeurt. Dat we niet wat meer ontdekt worden eigenlijk. Ja. We werken veel. De bedrijven die ik ken in Nederland, die werken ook echt wel op internationaal niveau. Dus die doen co-producties en zo. Maar het kan beter, het kan meer. En het kan groter, laat ik het zo zeggen. Ja, want hoe kom je makkelijk aan goede mensen? Want ik hoor constant om me heen van talent is heel moeilijk te vinden. Maar dat lijkt me in jouw branche helemaal lastig. Ja, het is wel, we hebben wel het voordeel dat zo'n studio trekt wel aan, zeg maar. Dus het nieuws dat die studio er is en zo, dat zorgt er ook wel voor dat er beweging naartoe komt. Dus dat is heel fijn. Maar op een aantal functies is het wel echt lastig om goede mensen te vinden. We werken natuurlijk ook wel weer steeds meer remote samen. Dus het is ook niet de allergrootste showstopper. Maar bepaalde dingen. We zijn toch wel erg gehecht ook aan dat creatieve proces bij elkaar in de studio. En dat is wel echt lastig met dat remote werken. Ja. Dat blijft allemaal, dat valt al een beetje tussen wal en schip af en toe.
Dus ja, deze vraag, ja, 5 jaar geleden wist ik ook niet dat we nu bijvoorbeeld met de Virtual Production Studio bezig zouden zijn. Nee. We ontwikkelen bijvoorbeeld ook software, dat is ook nog wel leuk om even kort te vertellen, voor on-set visual effects data wranglers. Dat is heel erg niche, maar dat is dus software die gebruikt wordt op filmsets om informatie te verzamelen die later nodig is om visual effects shots succesvol te maken. Dus camerahoogtes, lenzen, waar stonden lampen, et cetera. Okay. Dat hebben we 1 jaar of 10 geleden zijn we daarmee begonnen. Metadata over... Metadata zou echt dan uit de camera komen. Dit is dan juist eigenlijk wat mensen zelf dan invullen. Okay. Dus ze eigenlijk registreren ze constant set data, om het maar even zo te noemen. En die app die hebben we voor onszelf ontwikkeld 1 jaar of 10 geleden. Het bestaat is een iPad-app. En we zijn er eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden, 1 jaar of 4, 5 geleden, achtergekomen dat dat op de allergrootste series ter wereld werd gebruikt. Dus bijvoorbeeld The Shape of Water, Queen's Gambit, Foundation for All Mankind, vorig jaar Oscar films. Dus in één keer hadden we zoiets van, oh, maar dit is eigenlijk, we waren een soort van blijf verrast. Ja. Door het feit dat dat zo is. Dus we zijn daar nu veel meer... En was dat een gratis app? Of... Nee, het was niet gratis, maar het was het was wel te goedkoop. Het was veel te goedkoop, want daar worden dus miljoenen producties mee gedaan. Dus we zijn daar opnieuw over het nadenken geweest. Van, nou, volgens mij moeten we dat anders in de markt zetten. Dat hebben we gedaan en dat wordt nu uitgerold. Dus ja, en in één keer, is, weet je wel, we hebben wel contact met alle studio's. En dan heb je in één keer per maand aan de telefoon die wil weten hoe dat dan security-wise geregeld is. Dus dat zijn wel echt signalen dat dat... En dan heb je ook een lijntje om daar misschien toch nog een virtual production naar binnen te... Bijvoorbeeld, of we hebben een goede userbase met allemaal visual effects supervisors over de hele wereld. Dat is er wel echt heel leuk aan. Dus nou ja, dat is een tool die we zelf ontwikkelen. En zo zijn we ook wel met, we hebben Planet X, is de visual effects studio, we hebben Planet X Technologies. Dat is een beetje onze tak voor filmgerelateerde, visual effects gerelateerde software en tools. Daarmee ontwikkelen we... Onder andere Satellite, dat is die app die ik net noemde. Ja. Ready Set Studio zit erin. Die heet Satellite. Satellite met een E. En we hebben ook bijvoorbeeld een previsualisatie tool ontwikkeld. Dat heet Deep Space. En daarmee kan je als maker in de set waar je zeg maar in de toekomst wilt gaan draaien... kan je alvast virtueel bezoeken met een camera in je hand. Dus die camera die ziet er gewoon zo, ziet hij er niet uit. Maar in virtual reality lijkt hij op een Alexa of een Red of zo. En je kan eigenlijk rondkijken in je... virtuele set, alvast angles uitproberen met lenzen, kan je quicktimes van maken en op die manier kan je eigenlijk heel intuïtief al kan je filmset van tevoren bezoeken voordat je gaat filmen en een draaidag min of meer al voorbereiden. Dus regisseur of de camera man of vrouw die gaat in VR, regisseur zit achter een monitor, die ziet die VR camera feed op een monitor en zo kunnen ze met eigenlijk al samen kunnen ze al gaan praten over de creatieve invulling. Lenzen, hoeken en dat soort dingen. Dat is ook een ding wat we in-house hebben ontwikkeld, maar wat nu ook bijvoorbeeld voor educatie gebruikt wordt, wat ze ook interessant vinden op filmscholen, filmopleidingen. Dus jij hoeft je voorlopig niet te vervelen. Nee, wij vervelen ons nooit. Nee, klopt, dat klopt. Wil je nog wat kwijt? Zijn we nog iets vergeten? Nee, volgens mij niet. Nee? Niet direct. Nee. Misschien, maar goed, dat komt misschien in de context nog een linkje of zo van wat er net gezegd is. Precies. Oké. Hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. Heel veel succes. Dankjewel. Oké. Tot zover bij JM Talk. Mijn volgende gast is voor u een vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.